Yo, het is je boy Brett Raket. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe tutorial en vandaag doen we pullover. Je kan hem natuurlijk op verschillende manieren leren, maar wij doen hem altijd op deze manier. Oh, heb je trouwens vragen? Stel ze even onder deze video. Wat is nou een pullover? Nou, dit is een pullover. Voordat we gaan beginnen, even een paar dingetjes waar je op moet letten. Als allereerst, wij doen altijd een beetje onze knieën naar buiten als we flippen. Waarom? Als je knieën naar binnen doet, kan je je knieën op je neus krijgen. Dat was bijna raak. In turnen is het natuurlijk anders, maar goed, we zijn geen turners, dus wij doen hem een beetje zo altijd. En natuurlijk als je op je rug landt, nooit je armen naar achteren. Maar ja, wil jij leren vallen op een trampoline? Check dan even de valbreken video. Oké, we beginnen met een koprol naar achteren. Als allereerst, begin op je voeten. Heel veel mensen gaan eerst zitten. En dan willen ze zo naar achteren. Dat lukt dus niet. Dus je begint vanaf je voeten. Ga je een beetje door je knieën. Bolle rug. Knieën gaan naar je schouder. Voilà. Vergeet ook niet te trappen met je voeten. Want daar haal je die snelheid natuurlijk vandaan. Nou, is die rol helemaal picobello in orde? Wat ga je dan doen? Dan ga je eigenlijk proberen een heel klein beetje meer te stuiteren op je rug. Dus dan krijgen we iets meer een sprongetje. Als je op je rug stuitert, zijn je voeten recht omhoog. Dan ga je ook die kant op. Zijn je voeten naar voren, dan ga je dus naar voren. Dat geldt ook voor naar de zijkant. Ga je naar de zijkant. Dus wil je een pullover doen, doe je benen dus naar achteren. Die is ook heel belangrijk. Land een beetje op je onderrug. Als je namelijk op je bovenrug landt, dan ga je dus niet naar achteren. Deze kan je dus rustig opbouwen totdat je steeds comfortabeler wordt in de hoogte. En uiteindelijk heb je een hele mooie pullover. Dat is mooi. Nou kan je natuurlijk nog verder uitbouwen, want een pullover naar je voeten doe je eigenlijk 3/4 flip. Als je hem helemaal wil doen, dan moet je dus van je rug naar je rug. Nou, hoe kan je dat nou oefenen? Je moet natuurlijk eerst zorgen dat je pullover hoog genoeg is. Dat is in ieder geval het geval. Lukt dat? Gaan we hem weer doorrollen. Pullover. Hup, rollen. Als dat lukt, ga je steeds minder op je voeten landen. En dan krijg je dus weer een landing op je rug. Oké, nu landen we dus op onze rug. Dus eigenlijk één dingetje wat je aan moet passen is, op het moment dat je op je rug landt, wijs je met je benen daarheen. Waardoor je dus weer die kant op gaat. Dit hier even. Oké, zet hem op. Heel veel succes.